Een duurzame uitvaart. Het komt steeds vaker voor. Meer mensen maken tegenwoordig de keuze om op een milieuvriendelijke manier begraven of gecremeerd te worden. Bij zo'n duurzame uitvaart hoort ook een duurzame kist. Fair Coffins is een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van deze kisten. De uitvaartkisten worden gemaakt van gerecycled oud papier, oud karton en sloophout. En daar maken wij nieuwe panelen van die helemaal FSC recycled en milieuvriendelijk zijn dus. Waar mensen niet bij stilstaan bijvoorbeeld met hout. Mensen vinden hout vaak wel milieuvriendelijk. Maar een boom die zuivert de lucht, haalt de CO2 uit de lucht en slaat die CO2 op in zijn bast. Dus eigenlijk een boom als je die gaat verbranden of als die verteerd wordt, ja, dan stoot hij al die CO2 die hij ooit heeft opgeslagen in zijn bast, die stoot hij weer uit. Dus ja, hout verbranden, ja, dat is gewoon zonde. Je kunt hout veel beter gebruiken om huizen van te bouwen. Gebruik het op een duurzame manier in ieder geval. Kijk, het milieu en de zorg voor mens en milieu is natuurlijk, dat is echt gewoon iets van deze tijd. Dus daar is eigenlijk iedereen er wel mee bezig. Alleen ja, in de uitvaartbranche, als jij net een overlijden hebt gehad, ja, dan sta je daar vaak niet gelijk bij stil. Dus dan heb je eigenlijk ook wel een uitvaartbedrijf nodig wat goed advies geeft. Ook adviseert wat de milieuvriendelijke keuzes zijn die je kunt maken. Een voorbeeld van zo'n bedrijf is het afscheidshuis Sint Anna Molen. Eigenaar Constantijn Koen vertelt meer over een duurzame uitvaart. Ik zou dat in principe wel aanraden. Sowieso met de achterliggende gedachte dat we natuurlijk een schone wereld en een mooie wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en vervolgens de kinderen daarna willen achterlaten. Dat doen we eigenlijk al door de uitvaartkist die achter mij staat. Dat is een ecologische uitvaartkist van een leverancier van ons waar wij een samenwerking mee hebben uit Nijmegen. Deze kist zit bijvoorbeeld standaard in ons crematiepakket Liefdevol. Dus daarmee doen wij dus ook wat aan het milieu. In ieder geval leveren we onze bijdrage daarvoor. En we hopen op zo'n manier toch mensen wel doordrongen te maken van het feit dat dat toch wel belangrijk is. Maar ik vind wel de nabestaanden bepalen wat er gebeurt. Er zullen ook mensen zijn die daar toch iets minder mee hebben. En die kiezen toch voor gewoon heel traditioneel. En bijvoorbeeld gewoon een eikenvineer uitvaartkist. En dat is wel de keuze van de nabestaanden.